Ja, ja, natuurlijk, Fischie hier weer en vandaag weer een nieuwe serie hier op mijn kanaal. En vandaag, ja, wel Gun Game. En denk je vanzelf, leuke serie. Want jullie zien ook waarschijnlijk in de titel staan dat ik in zoveel potjes zoveel keer moet winnen. Maar we doen een extra challenge eraan vast. We moeten namelijk ook op elke sensitivity het gaan winnen. Dus ik moet eigenlijk Gun Game 14 sensitivity instellingen winnen in 30 delen. Hartstikke leuk, hartstikke fijn. En ja, dat is redelijke bullshit. Oh. Ja, wat de fucking bullshit trouwens dat er. Leuk, dubbele bullshit. Dubbele bullshit. Kutzooi! Kom er niet goed uit met qua spons. Ik heb een AIDS spawn, zoals dat heet. Oei, even healen hoor, Chrisje. Chrisje moet healen! Nee! Ik wou net zeggen, godverdomme. Godverdomme. Die is ook dood. En jij trapte erin, zeker? Ja, tuurlijk. Nee! Oh-oh. Nee! Wat een bullshit zeg. En die ene gast heeft trouwens al 90 punten. Dat gaat best wel snel eigenlijk, gaat die. Nou, maar die is nu lekker dood, denk ik wel. Spon je hier? Spon je hier? Nee, spon je hier niet. Het voor je. Daar. Nou, kom op. Jongens. En nou spont hij wel, hè, ja. Kijk, nu gaat hij hier omheen, denk ik. Godverdomme! We gaan hier omheen. Waar spawnen ze nou? Ik spawn echt op een AIDS-plek elke keer. Hoe kun je dat voor elkaar krijgen? Op die boot, hè? Daar kun je... Oh. Oh my god. Ik heb mas... Oh. Nee. No fucking way, Fishy. Doei. Even kijken of hier iemand spawnt. Nee, daar spawnt er ook niet iemand. Daar spawnt er iemand. Daar! En die krijgt ook een headshot. Die zullen ook wel genaaid zich eigen genaaid voelen. Godverdomme! Die radar! Ik zou liever die radar willen zien dat die gewoon continu zou zijn. Of niet? Ik denk het wel. Ik denk dat het beter is. Maar aan de andere kant niet natuurlijk. Maar ja, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Kom op, spawn hier. Hey. Oeh! Nog net gekild, want anders had hij daarachter geweest. En dan had ik al een probleempje weer gehad. Oh! Oh, lekker. Geil. Lekker. Ja, dat is kut, hè. Moet je toch even verraden en raken, zo'n gast. Ja, die is weg. En dan spawnt hij daar. Echt een eetspawn. Ik heb van die eetspawns, jongens. Doei. Ja. Je moet wel een beetje geluk hebben qua spawn, zeg maar. Oeh, wat. Oh, die voelt zich eigen fucking genaaid. Ja, toch? Nee, dat kan niet. Ja, ik gokte het erop. Je weet maar nooit, toch? Je weet maar nooit. We gaan hier omheen lopen. Ja. En dan gaan we hier. En dan gaan we daar. En dan word ik gesniped! Oh. Op. In de loop, Chris. Goed rekening mee. Op. Oh, hé. Hey. Ja. Direct impact. Oppa, wegwezen. En nu kom je spawn hier. Spawn. Oh. Ik gokte erop dat hij ging lopen daar naartoe, zeg maar. Oh. Nou ja, maakt niet uit. Oeh. Moet nog wel winnen. Kom maar. Oh! Nee! Oh-oh, hij heeft ook de laatste, jongens. Moet wel winnen. Oh, wat een kutzooi. Please. Waar zit je? Nee, niet weglopen. Ja! Gelukkig nog gewonnen. Zou wat zijn, hè? Als je je eerste aflevering gewoon verliest. Ja, toch? Dus we hebben in ieder geval opgehaald op sensitivity 5. Ik zal het trouwens even laten zien, trouwens. Kijk, sensitivity is 5. Dus die heb ik gewoon gehaald. Het was gewoon even de easy potje, zeg maar. Om een beetje uit te leggen dat het gewoon zo gaat. 20 om 14, dat is niet zo heel erg best, natuurlijk. Maar ik had ook een kutspons, trouwens. Ik weet het niet. Dit was echt zo'n ding dat je gewoon elke keer een beetje raar spons, zeg maar. Ik weet het niet. Nou. Ik heb hem gehaald, dus we gaan er even uit.
En ik hoop dat jullie een duimpje omhoog te krijgen natuurlijk. Ik hoop dat jullie deze serie wel leuk gaan vinden. Vind je niet leuk, moet je ook zeggen. Ja toch? Maar altijd kan ik me zeggen. Je moet altijd eerlijk zijn. Geef een duimpje omhoog. Tot de volgende keer. En bye bye. Ik denk 2 keer in de week dat dit online komt. Lekker easy. Lekker gezellig.